Dit is gewoon onze straat. Oh mijn god, wat leuk. Huh, heb je vlees? Nee, ik ben alleen. It's now or never. Wat is het leven toch mooi als de zon schijnt. Wat doen jullie hier? Hallo allemaal en welkom bij de tweede vlog vanuit Engeland. In de eerste vlog heb ik jullie een dagje meegenomen in Brighton. En vandaag verhuizen wij van Brighton naar Bath. En dat is een stad waar wij allebei op de middelbare school geweest zijn. Wel los van elkaar, want ik zat 3 jaar boven Nick op de middelbare. Oh mijn god, we schelen 2,5 jaar, maar ik zat dus in de vierde terwijl hij in de brugklas zat. Maar we hebben er allebei hele leuke herinneringen aan en het is echt een hele leuke mooie stad. Dus vandaag reizen we met de trein van Brighton naar Bath. En we zijn nu... Waar zijn we ook weer? Fretton. Fretton. Niet geheel vrijwillig. Nee. Onze trein is uitgevallen en de volgende gaat pas over een uur. Eigenlijk hadden we hier een overstap van 10 minuten, maar die gaat niet meer. Ja. En nu zitten we in Wetherspoon en hier gaan we even lunchen. Ja, met mijn puist. Ja, Nick heeft ook eens een puist. We zien er echt niks Gigantisch, van. Hè? Ja, voor jou doen is het opvallend, omdat jij nooit puisten hebt. Maar dit is echt normale koek voor de meeste mensen. Dus ook altijd zoveel pijn dan? Kan wel echt pijn doen, ja, puisten. Maar het is wel grappig, want ik zei dus tegen Nick, eigenlijk is het een soort van de kunst dat je niet gaat denken van, oh, de trein is uitgevallen, we moeten nu 1,5 uur overbruggen. Maar dat je het gewoon moet zien alsof we nu gewoon uit lunch zijn. Yeah. Voor hetzelfde, stel we waren nu nog in Brighton, dan gingen we toch ook uit lunchen op dit tijdstip. Ja, inderdaad. Omdenken. Ja. Zo zijn wij. Ja, ik vind het niet erg, want we hebben wel lekkere dingen besteld. Alleen er was iets raars met de bestelling, geloof ik. Ja, de grill was stuk. Ze konden geen eieren bakken. Oh. Want ze konden niet eieren bakken, maar ze ook het vlees bakken. Denk iets met cross-contamination of zo. Oh. Dus wat heb je besteld voor ons? Een brunch wrap, waar dan eieren in zouden zitten. Toen zit er dan niet in. Maar wel met vegaborst, toch? Ja. Ik weet niet wat er nog verder in zit eigenlijk. Kan niet. En voor mij... zo'n ja, English breakfast-achtig iets, maar dan zonder ei. En ook vegan. Ja, maar het was heel goedkoop. Het was 14 pond of zo met 2 drankjes. Ja, bizar. Het is ook wel echt, je moet wel echt even de tijd nemen om hier naar te kijken. Want je hebt dan allemaal verschillende deals. Dus stel je neemt bijvoorbeeld een burger. Als je dan een soft drink erbij neemt, is het maar 5 pond 44. Alcoholic drink 6,97. Nou, dan heb je hier echt keuze. Dat is niet normaal. Volgens mij heb ik dit dus besteld. Alleen dan dus zonder het ei. Dat is echt heel goedkoop inderdaad. En ze hadden ook best wel veel vega dingetjes. Hier waren we ook ooit met Laura en James, toch? In Londen. Er zijn er heel veel van. Het is echt een concept. Maar dat hebben we niet echt in Nederland, toch? Nee, we hebben sowieso geen pubcultuur in Nederland. Nee, dat is waar. Want ik zat net even bij die cocktails te kijken. Bijvoorbeeld een espresso martini. Ga je 2 voor 7,50 halen. Ja, daarom zij concurreren ook alle normale pubs helemaal weg. Omdat alles goedkoop is. Oh, echt? Ja. Dat is eigenlijk best een soort McDonald's. Oh, maar dan een stuk sfeervoller.
Ja, gewoon, het ziet er authentieker uit als je als buitenstaander naar binnen loopt, zeg maar. Ja, toch? Het is wel, ja, ik denk als we dit in Nederland zouden hebben, zouden we toch altijd bij dit soort dingen gaan zitten suipen met onze vrienden. Ja. En is dit dan, die rosé, is dat dan gewoon een fles? Ja, oh my god, het is een fles voor 9 pond. Ja, bizar, hè? Zo, wat heftig dit. Ja, ik dacht eerst helemaal, wow, geweldig. Maar nu je het zo zegt, denk ik, oh ja, het is wel heftig of zo, dat het dan zo'n grote keten is. Ja, en heel vaak, je ziet ook niet aan de buitenkant of dat het dan bij de spoons is. Nee, het lijkt gewoon een normale pulp. Ja. Ja. Alleen je kan het schijnbaar, wat ik op TikTok zo over gekeken, ik had ook herkennen aan de tapijt op de vloer. Dus dan zie je ook zo bij de spoons. En komen ze het brengen? Ja. Oké. Okay. Ja, je moet altijd aan de bar bestellen. Ook in het café, in elke pub moet je aan de bar bestellen. Ik ging gisteren omdat ik zeg maar een beetje social anxiety had voordat ik aan de voetbalwedstrijd ging kijken. Ging ik een beetje zeg maar opzoeken of ik niet iets raars zou gaan doen. En toen stond er echt zo van, je moet aan de bar bestellen. En je kan niet zeggen, ik wil een biertje, want dan weet ze niet wat je wil. Je moet dan zeggen wat je wil. Ja. Oh, dat wordt ons eten gewacht. Oh. Thank you. Thank you. Huh, heb je vlees? Het zou als het goed is vegetarisch moeten zijn. Nou ja, misschien moet je maar dat zijn, maar... Is de meiden dan wel vegan? Ja, ja. Oh, dus hier zit normaal een ei in en nu gewoon een soort wrap met worst. En kaas? Ja, nou, een wrap met een vegan worst in was verrassend lekker. Ja, het zag echt treurig uit wel. Het was zo lekker. Goed zo, blijf voor je schat. Gelukkig. En Nick heeft ook nog een koffietje voor ons gehaald. Ja. Cheers. Ja, proosten. Cheers. En hij benoemt bij alles hoe goedkoop het is. Ja. Hoe duur was dit? Dit was echt 3 pond, nog wat. Niet eens 3 pond voor allebei? Ja, en zij het gratis refill. Ze gaf 2 mokken. Ze zei, je kan het daar vullen. Ik zag jou op een gegeven moment daar zo rondlopen met 2 mokken, alsof je hier werkt. Ja, een beetje, ik werkte wel een beetje. De koffie alleen maar echt heel groot. Ja, steeds als Nick een Americano bestelt in Engeland, krijgt hij zoveel. Ik dacht ook bij mezelf... Ik drukte op black coffee. Ja, ik had espresso moeten drukken. Oh, nou, het hoeft niet op, hè? Zoals Bram altijd zegt. Nee, maar ik ben nu al bijna klaar. Nou, dan stop je zo, toch? Ja. Mag gewoon. Maar gisteren speelde Nederland. Ja, als jullie dit zien, is volgens mij het EK al afgelopen. Ik weet gefeliciteerd niet. Dat Nederland heeft gewonnen. Wie denk je dat wint? Niet denk, Nederland. Ik denk misschien Frankrijk. Frankrijk? Frankrijk gaat tegen Spanje. Ja? Engeland tegen Nederland. Spanje is wel echt goed, hoor. Oké. Okay. Dus ik denk dat Spanje wint. Ik denk Frankrijk. Nou, jullie weten het al. Maar gisteren zat ik er niet helemaal lekker in. Dus we dachten, als ik dan tegen mijn wil in ergens Nederland ga zitten kijken... of Nick gaat tegen zijn wil in de Airbnb Nederland zitten kijken... laten we dat niet doen. Dus toen zijn we gewoon opgesplitst. Dus ben ik lekker in het huis gebleven. En toen is Nick in zijn eentje naar de pub gegaan... Ja. Ik dacht echt van, oh my god, ik zou dat echt niet doen in mijn eentje. Echt onzinnig. Nou, ik vind Britten sowieso heel erg intimiderend volk. Niet omdat ze onaardig zijn, maar meer gewoon omdat ze ja, de taal gewoon heel goed beheersen. En allemaal maniertjes hebben en heel beleefd zijn en zo. Maar ik voel me altijd een beetje een imbecile als ik tegen Britten praat. Ja, dat heb ik dus ook. Dat is echt zo raar. Want wij hebben dus allebei een 2-talig VWO gedaan. Nick heeft hele opleidingen in het Engels gedaan. En alsnog voelen we ons... onzeker als we in het Engels ergens iets moeten bestellen of zo, maar meer om alles eromheen dan om de taal, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Dus nou, dan ga je echt naar het thuishonk van al die mensen of zo. Die pub? Ja, echt het Hol van de Leeuw voelde dat. Ja. We hadden dus 2 pubs waar we wel eens langs liepen, die bij ons om de hoek waren. Dus ik dacht, ik ga gewoon bij eentje naar binnen. Ik dacht, ik doe het gewoon, ik ga nu even nadenken, ik liep naar binnen. En toen was het best wel druk bij de bar. Ik dacht, nou, ik ga gewoon wachten om wat drinken te halen. En toen kwam zo'n medewerker naar me toe, zo'n vrouw. Die zei van, heb je hier een tafeltje gereserveerd? Zei ik, nee. Zei ze, het is niet de bedoeling dat jullie hier staan. Zei ik, oh, nee, ik wil alleen even een drankje halen. Zei ze, hoor je bij die groep? En moet ik zo tegen die vrouw zeggen, nee, ik ben alleen. En zag haar zo, oké, okay, zou ik een drankje staan? Ging ik ergens zitten? Zat ik eigenlijk helemaal niet goed? Ik kwam die vrouw naar me toe. Zei ze, hey, als je nu daar gaat zitten, kan je het scherm wel beter zien. Ik zei, oh ja, oké. Okay. Ik zei, mijn jas en mijn bier. Oh, dat vind ik wel, dit breekt echt mijn hart. Heb ik die wedstrijd gekeken, het was leuk. En Nick kwam thuis en toen zei ik nog van, heb je nog vrienden gemaakt, gewoon voor de grap? Zei Nick, ja, ik heb zelfs mijn nummer aan iemand gegeven. Ja, het was echt heel grappig. Op het einde, zeg maar, ik was in mijn eentje aan het kijken, er waren een paar
mensen voor Turkije in die pub. En ik was eigenlijk de enige die voor Nederland was. Op een gegeven moment keek iemand me aan en zei, oh, ben jij Nederlands? En zo, ja, toen raakte ik later aan het praten. En blijkbaar hadden zijn schoonouders een huis gekocht in Blijdorp. Want hij was best vaak Rotterdam. Zei hij, oh, laten we eens een keer een biertje doen in, als we in Rotterdam zijn. Dus ik dacht bij mezelf, nou, nee, bedankt. Maar ja, dat kan je dan niet. Nee, ik had er gewoon geen enkele behoefte aan. En ik weet ook gewoon, die jongen die zit daar al sinds 24 te zuipen en Engeland te kijken, die is gewoon dronken. Die vindt het op dat moment leuk. En maar jij dacht niet, het wordt mijn nieuwe beste vriend? Nee, ik voelde hem niet bepaald een klik. Oh. Maar anyway, tenminste, hij was hartstikke aardig. Maar het was er niet alsof ik Bonnie had ontmoet in het café. En ik denk van, ik wil gewoon... Nee, of Shang of zo. Ik denk van, oh, dit is echt... Nee, het was gewoon, wat een leuk praatje. Maar ja, dan hoef ik niet gelijk met zo'n persoon af te spreken. Snap je wat ik bedoel? Nee. En wie weet, als we zouden afspreken, zou het een hele leuke jongen blijken. Maar gewoon ja, geen behoefte. Nee, op dit moment niet. Toen zei hij, oh, geef anders je nummer. Dus ik typte zo mijn nummer. Met het idee van, nou ja, ik zie jou nooit meer terug. Had je wel je echte nummer gegeven? Ja, dat soort dingen gaat hij wel bellen. Van, hé, dit is mijn nummer. Ja, dat risico wil ik niet lopen. Nee, dat snap ik. Toen, maar het ging al vrij snel weg. Dus al met al ging het goed. Goed gedaan, schat. Twee drankjes op. Ja, ik weet, voor sommige mensen is dingen in je eentje doen echt de normaalste zaak van de wereld. Nou, ik vond het al helemaal een big deal toen ik een paar jaar geleden voor het eerst uit eten ging. Ik heb best wel vaak in mijn eentje ergens even geluncht of zo, maar echt uit eten vind ik echt een big deal. Dus ik ben wel benieuwd. Laat hieronder even achter. Zou jij in je eentje in Engeland, in een pub, voetbal gaan kijken? Nou, op naar Bath Spa. Dat het station met een Bath Spa heet. Ja, daar. Hè? We zijn nu in Bath en er werd net iets omgeroepen, maar nu zien we dus dat die man daar in dat oranje hesje een microfoon in zijn hand heeft. Dat is echt mijn droombaan. Met een microfoon om op de grond te lopen. Ja, en hij riep het dus om. Ja. Je zag hem gewoon live zo praten en lopen. Het is gewoon een podiumboek zo op de grond. Ja. We komen nu aan bij de Airbnb. We zagen 20 minuten lopen vanaf het station, dus wij dachten, oh, prima. Maar het was dus echt 20 minuten de heuvel op met deze bagage. Het was even een workout, maar we zijn er. En dit is gewoon onze straat. Oh my god. En dit is ons huis. Het ziet er echt heel mooi uit, hè? Prachtig. Echt heel mooi. Ik ga even de instructies opzoeken voor de... Tegenwoordig is alles gewoon contactloos met zo'n lockerbox. Ja, ik vind het eigenlijk wel chill. Zo, wel een wereld van verschil met onze vorige hal. Ja. Helemaal schoon en het ruikt niet naar rook. Nou, ik ga live met jullie het huis bekijken. Oeh. Oh mijn god, wat leuk. Dit is zo cute. Wauw. Echt heel knus. Love it. En het ruikt, ja, sorry dat ik het zeg, maar het ruikt hier zo lekker. Het ruikt hier niet eens gewoon normaal, maar echt bovengemiddeld lekker. Het is echt een verademing na dat rookhuis van hiervoor. Schattig zeg. Ja, hè? Schattig keukentje ook. Oh, jij gaat het raam echt zo leuk vinden. Ik ga het raam. Kijk wel. Wauw. Goed getild, schat. Goed uitgezocht, schat. Zo hebben we hier onze kwaliteiten. Zo, lekker bad in bad. Oh mijn god, dit bad is echt zo lekker. Oh. Nou, ik ben helemaal obsessed. Dit krijgt een hoge beoordeling. Linkje in de beschrijving. Ik kom even inbreken in de vlog om jullie te laten weten welk boek ik aan het luisteren was in de trein. Ik heb 4 hele leuke tips. En ik heb een code waarbij je niet alleen als nieuwe klant 60 dagen gratis Next Story kan proberen. Maar ook als terugkerende klant. Dus ook als je dat al wel eens eerder hebt geprobeerd. 60 dagen is natuurlijk fantastisch, want dan kan je gewoon 2 maanden lang gratis boeken luisteren en lezen onbeperkt. Daar kom ik zo op. Ik ga 2 boeken tippen die ik wil gaan lezen en 2 boeken die ik heb gelezen of geluisterd. We beginnen even met degene die ik dus nog niet ken. Dat is een boek waar ik net aan begonnen ben, maar ik zit er gelijk helemaal in. En dat is het boek Mama Held Harder van Leslie Keizer. En zij is volgens mij van
heet dat nou echt De Gooise Meisjes? Nou ja, zo'n soort Gooise serie waar ik zelf nooit naar heb gekeken. Ik weet ook niet precies wie zij is. Oh ja, van Echte Gooise Moeders. Maar dit boek gaat dus over een vrouw die 2 kinderen heeft gekregen en 2 depressies heeft gehad. Wat als je harder huilt dan je baby, maar je hebt geen idee waarom? Na de geboorte van haar zoontjes, 4 en 2, krijgt Leslie Keizer beide keren last van steeds intensere, neerslachtige en angstige gevoelens. Dus het gaat over postnatale depressie. En ik vond het wel een heel interessant onderwerp. Heel chill boek om te luisteren. Andere boek waar ik zelf heel benieuwd naar ben, die ik heb opgeslagen voor hierna, is De Zwitserse Dochter. Ik had jullie natuurlijk al verteld dat ik De Italiaanse Dochter had gelezen. Daarna De Cubaanse, die vond ik echt geweldig. En toen in Griekenland dacht ik, oeh, laat ik eens kijken of er ook een deel 3 is. Was het De Griekse Dochter? Nou, die derde vond ik het allerleukst. Echt een prachtig verhaal. Deze staan dus ook allemaal op Next Story. En ik zag dat het allernieuwste boek, De Zwitserse Dochter, dat die er bijna op komt. Op het moment dat deze vlog online komt, staat die er volgens mij al op. En dan wil ik 2 boeken tippen die ik de afgelopen weken geluisterd heb. Het eerste boek wat ik heb geluisterd, jullie gaan me misschien een beetje uitlachen. Ik ben echt aan het doordraaien, want ik heb dus eerst een verhaal geluisterd over de brandweer. En ik zit helemaal een soort van in de hulpdiensten. En ik heb dus nu een boek gelezen van een uitvaartverzorger. Het boek is geschreven door Ide Horn en heet Leven met de Dood. En daarin deelt hij allemaal verhalen over zijn werk. Hij heeft het ook weer zelf ingesproken. Ik vind dat toch altijd wel wat toevoegen. En het gaat over allerlei verschillende soorten uitvaarten en verhalen daarover die hij heeft meegemaakt. Dus hoe dat gaat in verschillende culturen. Maar ook bijvoorbeeld hele gênante dingen zoals dat hij dan een doodskist met de doden erin van boven naar beneden wilde brengen in een flat. En dat ineens bleek dat die kist niet in de lift paste. Dus dan moesten ze de kist rechtop naar beneden vervoeren. En dan zou onderaan de lift de hele familie staan wachten. Nou, dat ziet er natuurlijk heel luguber uit. En het was ook nog eens een kartonnen kist. Want dat doen heel veel mensen nu omdat het heel milieuvriendelijk is. Dus om dan een lichaam rechtop naar beneden te vervoeren en dan te voorkomen dat hij als een soort Frankenstein zo uit die kist kwam, heeft hij dan heel creatief opgelost door tegen de familie te zeggen van, goh, misschien is het toch mooier als jullie een haag vormen buiten, zodat niemand dan gezien heeft hoe ze die kist naar beneden vervoerd hebben. Nou, allemaal dat soort verhalen, ja, beetje luguber, maar ik zat er ook wel echt van te smullen en ik vond het gewoon heel interessant, want het is gewoon iets waar ik helemaal niet zoveel van af wist. En een ander boek, dat is meer pamflet, dus die heb je eigenlijk heel snel uit. Maar ik vond hem echt heel interessant, is het boek van Doortje Smithuizen. Zij is ook wel van de podcast Schaamteloos Randstedelijk. En ja, zij is gewoon een journalist die hele goede en interessante stukken maakt. En het heet Kapitalisme is Seksisme. Het gaat eigenlijk over jonge vrouwen die dus aan de ene kant een gezin willen, maar ze willen ook carrière maken. Het gaat ook over influencers. Ja, een beetje hoe er tegen vrouwen nog steeds wordt aangekeken en welke dingen er eigenlijk nog steeds helemaal niet goed zitten. En ze beschrijft dan ook veel van haar eigen ervaringen. Zij is zelf bijvoorbeeld begin 30 en op een gegeven moment raakte ze weer single na een lange relatie. En dan merkt ze dat mensen dat dan heel erg voor haar vinden en echt pas opgelucht zijn als ze weer een nieuwe relatie heeft. Het hele boek duurt maar 2 uur en 47 minuten. En ik luister ook vaak nog op 1,3 speed of zo. Dus deze had ik echt, ja, volgens mij heb ik deze in Griekenland gewoon bij 1 zwembadsessie in 1 keer helemaal geluisterd. En ja, vond het heel boeiend. Zoals ik al zei, heb ik een code. Die staat hier in beeld, maar die werkt door hieronder in de beschrijving op de link te klikken. Als je daar gebruik van maakt, kan je dus 60 dagen gratis Next Story proberen. Je kan dan onbeperkt boeken lezen en luisteren. Je zit nergens aan vast, dus altijd opzegbaar. En ja, er staat gewoon heel veel leuks op. Het is een super fijne app. Dus ik zou het zeker eens proberen als je dat nog niet hebt gedaan. Of dus, als je het al eerder hebt gedaan, nog eens proberen. Dan gaan we door met de rest van de vlog. Zo, wat een lekker zonnetje. We hebben heel even een uurtje in het appartement gechilled. Nick heeft een dutje gedaan. Ik heb me omgekleed, want ik zag dat het nu hartstikke zonnig is. Het is echt 6 uur 's avonds, geloof ik. Maar het is zo zonnig dat ik dacht, ik moet nu gewoon even blote benen. Want de komende dagen tot we naar huis gaan is het alleen maar aan het regenen volgens mij. Dus ik dacht, ja, it's now or never. Dus ik heb even mijn korte broekie aangedaan. Dit is trouwens een andere dan die rode. Wist je dat, Nick? Wow, ja, leuk. Ook is leuk, dit zo'n short? Ja, dit is zo'n satin short. Cool. Deze heeft ook geen zakken, dat is wel een nadeel, maar het is wel, ik vind het modelletje kijk op eentje die ik ook wil bestellen, maar niet deze volgens mij. Zij maar wel ook, hetzelfde type. Volgens mij zijn ze ook unisex, toch? Of niet? Zou kunnen. Tenminste, Ipe en ik passen gewoon elkaars broek. Volgens mij maakt het niet echt uit of het man of vrouw was, maar ik vind deze ook zo leuk. Maar je past wel vaak elkaars kleding, toch? Ja, dat is waar. Ik ga deze ook even onder de vlog linken. Ik link trouwens eigenlijk vrijwel altijd
alles wat ik aan heb wat nog te koop is, link ik. Dit is trouwens die Airism shirtjes van Uniqlo waar wij zo fan van zijn. Daar heeft Nick er ook heel veel van, maar dan niet zo'n cropped. Nee, die pas ik niet, denk ik. Wil jij geen lange broek meer voor de zekerheid? Kan je even in een restaurant lange broeken doen als je koud hebt? Ja, je hebt een lange, het gaat koud krijgen. Nou, ik vind het een hele reële angst als ik eerlijk ben. Oké, okay. Nou lief van je, ik zal een lange broek meenemen. Mag ik hem dan in jouw rugzak doen? Ja. Chill. Thank you so much. Neem ik dit truitje mee in deze lange broek? Had je verteld van de wifi zitten? Nee. Oh, gewoon een Airbnb zonder wifi. Ja, ik ging die man appen wat zijn wifi wachtwoord. Zegt hij, er is geen wifi, maar dat staat ook niet, het staat ook nergens in de advertentie. Maar hij heeft ook niet in de advertentie gezet, er is elektriciteit. Het zijn gewoon bepaalde dingen waar je tegenwoordig van uitgaat, wat er is. Ja, klopt. Maar of water. Hij heeft wel echt gelijk, want het staat er inderdaad niet in. Maar we hadden daar ook niet op geselecteerd. Ja. Je denkt gewoon, er is wifi. Ja. Maar er ja, is dus precies. Ook een smart tv, maar die werkt dus niet omdat hij niet met internet verbonden is. Ja, ik vind het niet zo erg. Maar ik vind het wel opvallend. Ik vind het wel storend. Ja, het is echt onze eigen schuld. Nou, let's go bro. Waar zijn we, schat? De circus. De circus. Kijk nou. Maar is dit nou waar ook die budgetinstellingen zijn zo waar? Of is dat het andere? De andere, volgens mij. Hoe heet dat andere ook weer? Royal Crescent. Oh ja, dat bedoel ik. Maar dit is ook echt een fabulous. Ja. Wonen hier gewoon mensen? Ja, nou ja, wel hele rijke mensen, maar die wonen er wel, ja. Sick. Sowieso, deze hele stad is gewoon echt een soort sprookje. Dat hadden we ook leuk toen dat winnen. Ze lekker uniform is, doordat ze allemaal die limestone gebruiken. Terwijl ze allemaal wat? Die limestone, die soort steen gebruiken. Oh. Daardoor leest het allemaal zo hetzelfde uit. Ja, dat was toch in Edinburgh ook? Ja. Dat is toch de mooiste rotonde waar je ooit bent geweest? Wat pleegers is dat. Stiekem zo mooi. Oh mijn god mensen, ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik mijn korte broek aan heb gehad. Ik zit helemaal te genieten in de zon. Ik voel me echt het fijnste wat ik me in dagen heb gevoeld. Dus dat is echt heel erg fijn. En we zitten nu dus bij de Royal Crescent. En nou, dit is gewoon magisch. En dan zit er gewoon zo'n heel mooi park voor. En Nick heeft ook nog eens onze reservering, want we hebben bij een Indiaas restaurant gereserveerd. Heeft hij verplaatst naar 8:00. Waardoor we hier gewoon nog even een half uurtje in dit park kunnen zitten. Echt. Wat een leven. Goed gedaan van mij, hè? Super. Ik heb het gewoon gedaan. Modify. Ja. Klik. Het erge was, we hadden eigenlijk om 7:00 gereserveerd. En toen waren we in het huis en toen zei ik van, oh, moeten we niet eerst even wandelen voor we gaan eten? Kan je het misschien naar 7:30 doen? Dus Nick zei, ja, is prima. Dus had Nick hem naar 7:30 gedaan. Maar nu vroeg ik dus van, kan hij misschien naar 8:00? En Nick vindt het dan zo ongemakkelijk om die reservering, zeg maar, het is niet alsof hij hoeft te bellen of zo. Hij drukt gewoon op een knopje. Zodra er mogelijk confrontatie komt, doe ik het liever niet. Maar het is niet alsof ze daar nu in die winkel zitten van, nou, deze man die heeft hem 2 keer verplaatst. Klikt net, ik hoor een soort zucht in de verte. Ik denk letterlijk dat dit een restaurant is wat toch niet vol zit. Nou, eerlijk, alle slots zijn nog wel open, ja. Ja, en het is echt niet alsof zij dan nu met z'n allen helemaal zitten van, nou, er is nu een man die heeft 2 keer zijn reservering verplaatst. Ja. Nee, cool gewoon. Ze is al binnenkomen te zeggen van, wat is er aan de hand? Nou, dan mag je mij de schuld geven. Wat is er? Ik krijg nu een mail dat gecanceld is. Maak je grap? Nee. Maak je echt geen grap? Ja, omdat ik 2 keer... Nee, ze hebben nu gewoon iemand anders genomen volgens mij. Ik geloof het niet. Jezus. Oh, Nick. Niklas. Do I make you laugh? Yes, you make me laugh out loud. LOL. LOL. Het enige nadeel als je hier woont, is dat je wel echt een soort van in een toeristische attractie woont. Ja. Dat is maar een circus. Je kan wel echt lauw hiermee doen. Ja. Waar woon je? Oh, Royal Crescent. And you? The circus. Circus. Oh. Wat is het leven toch mooi als de zon schijnt. Ik ging gisteren bedenken, wat is er minder leuk als de zon schijnt? Ik kon niks bedenken. Ik had wel wat bedacht. Ja, want ik zei, ik vind in alle situaties vind ik het leuker als de zon buiten schijnt. Ook bijvoorbeeld als ik de hele dag binnen
moet werken, dan doet het me toch goed als buiten de zon schijnt. Maar jij zei, ja, maar dan heb je wel die zon op je scherm. Ja, soms dan als je ergens zit. Sowieso buiten werken is voor mij echt geen optie. Maar stel ik zou het doen, doe ik het liever wanneer de zon niet schijnt. Want dan schijnt het niet op mijn scherm. Want soms dan zie je dan helemaal niks meer. Ja. En sowieso, soms is het ook gewoon lekker koel in de schaduw. Dus als de zon niet schijnt, zou het gewoon de schaduw zijn. Ja, ik vind de schaduw alleen lekker als het echt boven de 35 graden is. Boven de 35? Dus je hebt echt twee keer in je leven lol gehad van de schaduw. Nou, bijvoorbeeld toen ik met Bram in Griekenland was, de laatste week was het wel echt heel erg heet. Toen kon ik gewoon niet in de zon fysiek. Oh. Tenzij ik in water was. Dat vond ik wel echt jammer, want daardoor kon ik niet echt genieten van de zon. Toen wij in Vietnam waren, toen hadden we ook wel een ideale combinatie. Toen, was het gewoon te heet voor mij om in de zon te kunnen. Toen zaten we overal in de schaduw. Dat was echt. Ja, maar ik vond dat echt wel een heerlijk dieptepunt. Want toen ik terugkwam, toen zeiden de mensen ook, je bent echt helemaal wit. Je was toch in Vietnam? Toen zei ik, ja, dat klopt. Het was zo heet dat ik gewoon niet in de zon ben geweest. Echt een dieptepunt. Hoe kon je met die schaamte leven? Ja. Nou, straks gaan we naar India. Dus wie weet waar we daar wel om 8 uur. Jezus! Nou, de zon ging onder. We gaan nu op weg naar het Indiase restaurant. Zijn ze gewoon aan het chillen bij de Adventure Golf misschien? Echt? En ik zag net een midgetgolfbaan. Minigolf. Minigolfbaan. Ja. Heel leuk. Ja. Maar dit zijn wel allemaal dingen. Als het de komende dagen alleen maar regent, dan gaan we toch niet golven, hoop ik. Dus laten we even bidden voor goed weer. Ja, let us pray. Oh, we zouden toch nog een keer gaan tennissen, bro? Ja. Ik ben echt jaloers op je ex. Ja. Oh, dan kunnen we kijken waar deze mensen aan het zitten zijn. Sorry, wat is dit voor iets leuks? Oh, dit ziet er echt zo leuk uit. Ik zou bijna... Moeten we niet... Even serieuze vraag. Moeten we hier niet even één drankje doen? Dat we het restaurant nog een half uurtje laten doen. Ik krijg ook honger. Maar stel, we zaten hier nu in de zon met een cocktailtje. We hadden het net over. We hadden even een drankje moeten hebben in dat park net. Ja. Hier hebben ze het. We kunnen dit onthouden. Ja, onthouden? Ik ga hier niet in de regen zitten. Het is nu of nooit. Ah, oh, ze hebben gewoon Aperol. Kom, we gaan. Oh, rip me. Ik heb ook even gehoord krijgen, schat. Het is 8 uur. Ik heb dorst in Aperol. Het is 2,5 uur na mijn etenstijd. Oh, tot nooit. Oh. Ik zweer, deze week zitten we daar. En dan denk je, oh, wist je dat we nooit zouden gaan? Nu zijn we toch gaan. Zal ik nu een clipje invoegen of het gebeurd is? Ja. Nee. We zijn nu in het restaurant, het heet Temptation of India. Indian Temptation. En kijk nou wat een leuke, kijk wat een leuke plek. We hebben een prachtig uitzicht. I love it. En zeiden ze er iets van dat je 2 keer je spiering had aangepast? Ja, ze zeiden wel van, doe jij het? Nee, ze hebben niet eens de reservering bekeken. Nee, ze vroegen niet eens in de naam. Mocht gewoon gaan zien. Maar helemaal, ik heb een drukbak met het veld gewoon. Maar het is wel echt een leuk teentje en het is ook best wel vol. En er zitten ook heel veel Indiase mensen. Dat vind ik altijd echt zo goed teken. Ons eten was heel lekker. En we doen nu even boodschappen. Weet je wat ik echt jammer vind? Dat ze dus niet echt Malteser buttons hebben hier. Ja. Maar ik zit over te denken om deze te nemen. Zo. Dat ziet heel lekker, ook wel lekker uit. Maar van jou hebben ze allemaal buttons en zo. Ja, maar ik ben niet zo'n buttonboy, hè? Nee, maar ik ben wel een buttonmeid, maar geen dairy milk, maar Cadbury milk. Ga je dit weer nemen? Ja, schat, dit is zo lekker. Echt zo goor. Ik zou hiervoor echt verhuizen. Ik heb veel plezier, schat. Ik heb ook even een wijntje gehaald, die ik dan, als het ooit nog droog is, in het park ga opdrinken. Neem jij dan nog even een biertje? Ja, lekker. Hey, kijk, knappers. Dat is wel wat Nederlands was. Hartstikke leuk, zeg. Knoppers. Wat hebben jullie hier? Nick. Maat. Dat ging ook wel een Nederlands woord. Ja, het is ook gewoon een Nederlands woord, knopper. Ja. Toch? Okay, we zijn nu bij een ander chocoladeschap. Dus hier kan ik weer even gewoon mijn usual reepje halen. Deze was volgens mij... Deze kreeg ik getipt van iemand. Echt?
Oh, we moeten ook nog die sinaasappel voor jou halen, waar iedereen het over heeft. Oh ja. Mensen zeggen dat Nick zo'n sinaasappel moet eten. Gezet door kijkers soms. Kijk, die schijn je dan echt zo te kunnen pellen als een echte sinaasappel. Ja, ik kan het niet eten, want ik haat sinaasappel met chocola. Oh, ik zie mijn souvenir voor mezelf. Wat dan? Shalalala. Als ik hier zonder jou was, had ik deze echt meegenomen. Als... Ik denk letterlijk, Bon. Weet je wat ik kan doen? Ik zie een souvenir voor mij. Shalalala. Maar we kunnen toch, als we naar huis gaan, ja. Heb je gewoon een koffer, bedek je gewoon de bodem met zo. Dat is net alsof je nog niks hebt ingepakt. Ja, hoe dun is dit? Gaat het niet, nee. Nee, hoe dun is dit? Ja, ik geniet eerlijk gezegd, zou ik liever 5 van dit soort reepjes hebben dan 1 zo grote. Deze blokjes zijn ook zo lekker klein. En mag ik nog iets leuks zeggen? Nou, ik vind het wel genoeg zo. Nou, 2 dingen. Ten eerste, dit is ook echt iets voor jou? Ja. Alleen ik vind het zo moeilijk als ik hem zoveel te kopen. Snap je wat ik bedoel? Ja, we zitten ook zoveel te kanen. En het tweede wat ik wilde zeggen was, als die sinaasappel bevalt, dan kunnen we ook dit voor jou kopen. Ja, ik zit zo vol van de Indiaanse eten. Je hoeft het ook niet allemaal nu op te eten. Nee, maar ik... Ik ben een beetje misselijk als we naar die mand kijken. Hé, hey Nick, wat ligt hier? Zeg het even 1 keer. Nee. Please. Curly word. Denk je dat we genoeg snacks hebben? Nou, kunnen we morgen toch naar de supermarkt. In de volgende vlog kan je zien dat we de snacks die we net gekocht hebben gaan testen. En nemen jullie mee op pad hier in Bath. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie bij de volgende laatste vlog vanuit Engeland. Doei! Ja, jij kent Harry Potter niet echt, hè? Maar Hermeline, Harry en Ron. Jawel. Dat zijn toch allemaal vrienden? Nee. Oh, Harry niet. Nee, maar Ron en Hermeline. Nee. Oh, nee, dat zijn die 3 vrienden.